en Kai. Wat zou jij graag willen leren? Vertel mij, Ron Dynamitis, wat jij precies wil. De hielklikker. De? Hielklikker. De hielklikker, ja. De hielklikker, dat is... Vertel jij even wat precies de hielklikker is. De hielklikker is eigenlijk met je benen over het stuur en de hielen tegen elkaar aantikken. Ja, juist. Even één ding thuis. Niet zelf doen. Altijd onder begeleiding van een professional. Niet eentje die op straat gaat, gaan we even de hiel klikken doen. Die doen. En ik weet de perfecte persoon die jou dat kan leren. Moet dat nou? Hey, Norman! Goed dat je zo snel kon komen. Hey, dat is hem hoor. Hey, dat is hem. Kai, Norman. Norman Veerbeek, professioneel freestyle motocrosser. Maakt de meest spectaculaire sprongen. Hij reed zelfs over water. En die hielklikker die doen we meestal daar op de heuvel, toch? Ja, op een redelijk steile schans. Ja. Zodat we flink uit de lucht in schieten. En dan tijdens het zweven gaan we die weer terug doen. Meter of? Ja, 4, 5. Dat is een moeilijke truc, toch? Ja. Het is een van de moeilijkste die er is. Hoe gaan we het aanpakken? Ja, we gaan naar de werkplaats. Ja. Doen we deze kleren even uit. Die hebben we niet nodig. Dit is niet nodig? Nee, en dan gaan we het langzaam opbouwen. En dan beginnen we eigenlijk met dit, voeten uit elkaar, dan steeds verder naar voren. En uiteindelijk is de bedoeling dat je dit doet. Nou jij. Hup, hup. We hebben deze elastieken. Wat voor is het? Om Kai het gevoel te geven dat hij een soort van half zweeft. Wat lichter aanvoelt. Dat gebeurt tijdens het springen ook. Ja, maar hier met één voet in. Ja, zit die goed? We gaan dit elastiek gaan we hierboven aan de balustrade vastmaken. En dan breng ik hem op spanning. En hoe strakker ik hem zet, hoe lichter jij je gaat voelen. Word je al lichter? Ja. Genoeg? Kan er wel te steunen komen zo? Ja, hè? Nu maar eens te springen en dan je zo in één keer alles loslaat. En weer terug erop. Ja. Als je fatsoenlijk cross, dan ben je met je ellebogen breed uit elkaar. Nu moet je eigenlijk overdreven je ellebogen naar binnen draaien en jezelf klein maken. En hoe kleiner dit wordt, die afstand, hoe makkelijker jij uiteindelijk met je benen eromheen kan. Gaat-ie? Ja. Want straks op de crossbaan ook gaan we beginnen ook met die no-fooder. En heel belangrijk is dat je dan, ja, dat was heel goed. Heel belangrijk is dat je dan niet achter je stuur blijft hangen. Ja. Dan hebben we een probleem. Dit is uiteindelijk wat we willen gaan doen. Ja. Box. Mooi. Eindelijk los. En dan kunnen we beginnen. Er zijn er nog dingen waar hij op moet letten? Vooral het blijven hangen achter het stuur met je benen. Dat is het grootste gevaar. Ja. En dan... Ja, laten we daar maar niet over hebben, want dat gaan we niet doen vandaag. Maar we gaan gewoon in een veilig land. Het is allemaal goed beveiligd. Je hebt een rugding op en een borstding en een helm op. Zelf? Ik vond het heel goed gaan. De hielklikker is echt klikken. Dus hebben wij niet gehoord? We gaan nog één keer doen. Hebben wij niet gehoord? Echt met de voeten tegen elkaar. Even wat harder tegen elkaar aan. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Nou, gaat ie. Voelt u nog wel veilig aan? Ja. Ja. Mooi man. Ja. Zelf tevreden? Kan beter. Heel belangrijk is dat je er niet achter je stuur blijft hangen. Ja! Awesome! Yeah! Hoe voelt dat? Super, echt. Ja, niet normaal. Kikker man. Top man. Heel goed. Goed gedaan. En als jij thuis denkt, ik wil ook een truc leren. Nou, wie ziet het, mail mij of schrijf me. Ik verhelp alles.